Nijmegen verandert steeds meer in een winterwonderland naarmate de feestdagen dichterbij komen. Langzamerhand worden steeds meer straten voorzien van kerstverlichting. In de Mariekestraat hangen grote lichtbollen en kabels tussen de winkels en kransen sieren de brugjes over de Koopgoot. De Molenstraat is sfeervoller gemaakt door verlichting die Marentak moet nabootsen. Op plein 44 kijkt het kunstvarken uit op de glinsterende bomen en zelfs de al van zichzelf knusse Moenestraat is voorzien van sfeerlichten. Dit jaar betalen vrijwillige winkeliers nog voor de stadsverlichting. Vanaf volgend jaar wordt het betaald vanuit een fonds waar alle winkeliers belasting voor afdragen.